jullie zijn prachtige bocht is het toch. Het ziet er fantastisch uit. De Vries tegen Tra Ekens. Iemand raakt hem kwijt. Helemaal. Hij gaat er heel hard achterstevoren. Dat is Alesi. Ja. Klappen. Wow. Zo, dit is echt een hele harde. De motor is los van de monocoque. We zien daar. Correa is er in ieder geval bij betrokken sowieso. Oh, ik hoop dat de rijders echt oké zijn. Dit is een hele harde klapper hoor. Dit doet heel veel pijn in Eau-Rouge. Goed, sessie is gestopt. Dat lijkt me volkomen logisch. Ja. In Eau-Rouge gaat het van die kant mis. Oh, zeg, dit is echt een hele harde klapper hoor. De monocoque is in ieder geval nog intact van een van de rijders. Ja, Hubert of Calderon, is in ieder geval Alesi, staat hij stil, maar die heeft niet zo heel veel schade. Sowieso zag ik Correa. Het lijkt liggen. Er, ja. Dit is een hele harde klapper. Een van de hardste klappers die ik in ieder geval in de Formule 2 ooit heb gezien. Ja, we hebben hier al van schuivers gezien, onder andere van Jacques Villeneuve in het verleden. In de Formule 1 is het heel hard in Eau-Rouge afgeschoten. Goed, de Vries rijdt, daarvoor delen Tra Ekens en Santa Camara. Neutralisatie van de race. Laten we hopen voor die rijders die daarbij betrokken zijn geweest, dat het allemaal mee gaat vallen. Ze zijn natuurlijk op zich goed beschermd, maar dit was een hele harde klap. Ja, de rode vlag natuurlijk logischerwijs in de race. Hier zien we in ieder geval de lekke band. Ja, van Ralf Bosjoen. Ralf Bosjoen. Maar ik kan u in ieder geval thuis vertellen dat dit gaat wel heel even duren eer dat we weer van start gaan. Als we überhaupt iets gaan doen. Hier zien we Latifi, die was natuurlijk binnen in de pits met die lekke achterband. Waar nu een plastic zak omheen gaat. Ja, dat Pirelli is dat eigenlijk, die dat doet. Die willen geen slechte reclame voor zichzelf, denk ik. Dat denk ik niet, nee. Maar wat een klap is dit, zeg. Hey. Is het Tatjana Calderon geweest? Het was in ieder geval ook een van de rijders van de Sauber Junior Teams. Ik dacht dat het Correa was, maar een andere rijder van het team is Callum Islet. Je moet even kijken. Kijk, hier zien we in ieder geval Alesi. Alesi? Ja.